Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek. Valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Maar ook heel leuk, ik heet Kajoe. Kajoe, Kajoe, ik heet Kajoe. Dat ben ik! Wat is ringet? We zijn er bijna! Kajoe en Leo waren heel erg blij. Ze gingen naar de ijsbaan om te ijshockeyen. Jee, een goal! Nou, misschien komt dat omdat ik geen keeper was. Hoi Sarah, hoi Clementine. Zullen we gaan ijshockeyen? Hockey? Nee, dank je. Wij spelen al ringet. Ringet? Wat is ringet? Nee, ringet. Dat is superleuk. Willen jullie ook meedoen? Kajoe had nog nooit van ringet gehoord. Maar hij wist wel dat hij het niet wilde spelen. Kunnen we niet ijshockeyen? Dat is toch veel leuker? Ja! Hoe weet je dat nou? Je hebt toch nog nooit ringet gespeeld? Weet ik niet. Gewoon, zomaar. Aha. Sorry, maar wij zitten net midden in een potje. Kajoe en Leo probeerden te ijshockeyen in de sneeuw. Maar dat was niet hetzelfde als spelen op de ijsbaan. Mooi schot. Dank je. Kom op jongens, wij gaan zo zoetjes samen weer eens op huis aan. Waarom wilden jullie niet spelen met Sarah en Clementine? Omdat zij ringet deden en wij wilden ijshockeyen. Ijshockey is leuker. Ja, ringet klinkt kinderachtig. Ik vind ijshockey ook leuk. Maar jullie hadden toch wel kunnen proberen? Wist je dat mama ook ringet speelde? Heeft mama ringet gespeeld? Ja, en ze was er heel goed in. Dat heeft ze nog nooit verteld. Mama, kun je iets vertellen over ringet? Ringet? Oh, daar kan ik zeker iets over vertellen. Ik heb deze spullen echt al jaren niet gezien. Ik was vroeger de aanvoerder van ons team. Dat was echt heel erg leuk. Wauw. Maar hoe moet het dan? Ik doe het wel even voor. Is als we het lekker buiten gaan spelen. Weet je echt zeker dat je niet met de ringetstick wil spelen, Kajoe? Nee, dank je. Jij hebt geen schepje eraan. En ik wel. Ja, dat is waar. Ringetstokken hebben geen blad. Dat maakt het wel makkelijker om dit te doen. Hé! Hey! Zullen we samen een potje pakkertje spelen? Nee, dat is niet eerlijk. Weet je, Kajoe, misschien is het makkelijker als je het probeert met een ringetstok in plaats van met die hockeystick. Kajoe dacht dat mama misschien wel gelijk had.
Hij was wel benieuwd hoe het zou zijn om met een ringetstok te spelen. Dus je moet de ring proberen te vangen met je stok. Mm-hmm. Oh, maar dat kan ik heus wel. Schiet jij de ring, mama? Ik stond nog niet klaar, maar nu wel. Caillou probeerde de ring te vangen, maar het was veel moeilijker dan hij had gedacht. Oepsie. Huh? Wow! Echt veel moeilijker dan Caillou had gedacht. Het is me gelukt! Goed zo, Caillou. Je leert het wel. Aha, en nu ben ik aan de beurt om te schieten. Oeps, sorry. Geen probleem, hoor. Wauw, hoe deed je dat, mama? Ik heb heel veel geoefend. Maar het is niet zo makkelijk als je denkt. Vooral niet als je op de ijsbaan speelt en je voorbij de keeper probeert te komen. Keeper? Caillou dacht ineens dat ringet wel heel erg veel leek op een andere sport die hij kende. Oh, ijshockey! Ringet lijkt erg op ijshockey, mama. Ja, dat klopt. En net als bij alle sporten moet je heel veel oefenen om er goed in te worden. Oefenen dus. De volgende dag gingen Caillou, Leo en papa al vroeg naar de ijsbaan toe. Heb jij de ijshockeywedstrijd gezien, Leo? Ja! Nou, tot het bedtijd was. Maar zag je die ene goal? Die was cool! Hoi jongens. Vandaag waren jullie eerder. Dus dan mogen jullie op de ijsbaan. Mogen we dan wel mee ijshockeyen? Nee, sorry. Dat kan niet. Huh? Maar we kunnen wel samen ringet spelen. Sorry dat ik eerst geen ringet wilde spelen met jullie. Maar ik wist niet wat het was. Maar nu wel. Het lijkt op ijshockey. Echt? Lijkt het op ijshockey? Caillou, kom op! Ja! Ringet is net ijshockey. En het is ook net zo leuk. Ja! Ja! Vanaf die dag wilde Caillou best nieuwe dingen proberen. Een regenachtige dag op het strand. Caillou en Rosie waren heel erg blij. Ze gingen vandaag met mama en papa naar het strand. Perfect. Volgens mij hebben we nu wel zo'n beetje alles. Wacht, voor we gaan smeren we ons eerst eventjes in. Dat kietelt. Kijk, mama. De zon verstopt zich. Die wolken zijn vast wel overgetrokken als we op het strand zijn. Kom, we gaan. Maar het begon al gauw te regenen. Caillou was bang dat hij niet op het strand zou kunnen spelen. Gaat de zon echt weer schijnen, papa? Het is maar een zomers regenbuitje, Caillou. Het is vast weer droog als we eenmaal bij het strand zijn. Hoop ik maar. Toen ze bij het strand aankwamen, regende het nog steeds. Maar niet zo hard meer. Ik weet het niet, jongens. Het strand is vast helemaal nat. Misschien moeten we maar naar huis gaan en daar iets gezelligs doen. Nee, we willen gezellig op het strand blijven. Toch, Rosie? Rosie, blijven! Mama, papa, kijk! De zon, kijk! Hij is er weer. Please, mogen we hier blijven? We zijn nou toch al hier. Oké dan, we proberen het wel even.
Dit lijkt me een prima plekje. Het is wel lekker rustig zo. Caillou was verbaasd hoe anders het strand eruit zag, zo zonder alle andere mensen. Maar goed dat we een parasol bij ons hebben om ons droog te houden. Ja! Caillou moest een beetje lachen omdat zijn papa er zo grappig uitzag. Maar hij was ook bezorgd dat papa nu naar huis wilde gaan. Papa, regen maken! Dat klopt, Rosie. Papa maakt regen. Alsjeblieft, jongens. Dank je. Caillou vond het gezellig. En iedereen zag er vrolijk uit. Het zou vast een hele fijne dag worden op het strand. Kijk, papa. Meeuwen. Waar? Oh, oeps. Ah, kijk nou toch. Er zit allemaal zand op mijn boterham. Caillou wilde zijn papa opvrolijken. Je mag wel een boterham van mij, hoor, papa. Dat is heel erg lief van je, Caillou. Inderdaad. Maar gelukkig heb ik nog meer boterhammen meegenomen. Hé, het is eindelijk gestopt met regenen. Caillou was blij dat het niet meer regende. Hij wilde lekker gaan spelen. Kom mee, Rosie. Dan gaan we met de golven spelen. Daar komt hij aan. Rennen! Schuipje mooi, hè? Ja, kom op, we laten hem zien. Zelfs onze handdoeken zijn nat. Dit is lang niet zo leuk als we verwacht hadden, of wel? Nou... Oh, mijn hoed! Caillou vond het heel leuk op het strand. Maar papa en mama vonden het helemaal niet zo leuk. Misschien moesten we nu maar weer eens inpakken en naar huis gaan. Caillou wilde nog helemaal niet naar huis. Hij wilde papa en mama laten zien hoe leuk het kon zijn op het strand. Zelfs als het regende. Kijk wat wij hebben! Zo, dat is een mooie schelp, zeg. We gaan er nog meer zoeken. Nou, oké. Nog heel eventjes dan. Ik begrijp niet dat we ons zo'n zorgen hebben gemaakt. Op het strand worden we toch sowieso nat. Grote golven! Oh nee! Jongens, mijn voeten zijn weg. Waar zijn ze? Bij de picknicktafel had ik ze nog. Zouden ze nog in mijn sandalen zitten? Nee, ze zitten onder het zand. Oh, phew. Gevonden. Gelukkig maar. Kijk, mama. Daar zijn papa's voeten. Oh, echt waar? Wat zullen we nu eens gaan doen? Ze wisten precies wat ze nu wilden gaan doen. Mooi, papa. Heel mooi. Wat een fantastisch zandkasteel. Ik maak even een foto. Lachen! Nee, toch. Ik denk dat het weer gaat regenen. Laten we deze keer maar wel naar huis gaan. En? Vonden jullie het leuk op het strand? Ja! Leuk! En papa ook? Nou en of. Je had gelijk, Caillou. Het was hartstikke leuk op het strand, zelfs met al die regen. Ja, ik zou het strand wel mee naar huis willen nemen. Zand!
Oh jee. Nou, zo te zien doet Rosie precies wat jij wil, Caillou. Caillou leerde papa en mama die dag dat je er het beste van moet maken. Ook als het regent. Caillou klimt. Rosie al klaar. Caillou en Rosie waren gezellig samen aan het puzzelen. Totdat... Hé, er is een stukje weg. Er gaat iets leuks gebeuren. Ik sprak met de moeder van Clementine. En Clementine komt vandaag bij ons spelen. Ja, Clementine! Het puzzelstukje. Ik zat erop met mijn billen. Daar zal ze zijn. Hoi, Caillou. Hoi, Clementine. Wat zullen we gaan doen? Met de treintjes of... Nou, weet je, Caillou, ik ga straks met jou en Clementine wandklimmen. Wandklimmen? Caillou kon zich niet voorstellen dat ze een berg zouden gaan beklimmen. Dat had hij vast verkeerd begrepen. In het buurtcentrum houden ze vandaag een open dag. Misschien vind je het wel leuk om hun klimmuur eens uit te proberen. Caillou vond het leuk om naar het buurtcentrum te gaan. Maar hij wist niet zeker of hij ook wilde wandklimmen. Ik ben gek op wandklimmen. Ik kan dat al. Dat is leuk. Goed, trekken jullie je jas even aan, dan kunnen we gaan. Hoi, ik ben Samantha. Ik ben jullie instructrice vandaag. Hebben jullie zin om te klimmen? Ja! Oké. Eerst gaan we voor jullie stevige klimschoenen en een helm uitzoeken. Kom maar met me mee. Het is superbelangrijk om de juiste schoenen en helm te dragen als je gaat klimmen. Dit is wel ongeveer jouw maat. Probeer ze eens. Hoe zit dat? Goed. Ik voel me net een echte bergbeklimmer. Nu ben jij aan de beurt, Caillou. Je hoeft niet verlegen te zijn. Probeer ze maar eens. Doe maar, Caillou. Zo, nu ben jij ook net een echte bergbeklimmer. Maar, ze zijn te klein. Weet je het zeker, Caillou? Volgens mij passen ze prima. En nu krijg jij ook een helm op. Kijk eens aan, die zit helemaal perfect. Echt? Hij voelt, een beetje groot. Hij wist dat de schoenen en de helm prima pasten. Hij was alleen een beetje zenuwachtig. Maar hij wist niet zo goed hoe hij dat moest zeggen... Alles past echt prima, Caillou. Zo, kleine klimmers. Nu wrijven we met krijt over onze handen voordat we gaan klimmen. Ik mag niet op mijn handen tekenen. Nu mag het wel hoor, Caillou. Door dat krijt worden je handen niet zo glibberig. Dat klopt. Hier mogen je handen lekker vies worden. Kom maar, dan laat ik jullie onze klimmuur zien. Yay! En wat vinden jullie ervan? Dat ziet er leuk uit, hè? Ja! Caillou was bezorgd. De klimwand was niet zo hoog als hij had gedacht. Maar hij was toch nog steeds heel erg hoog. Mogen we nu klimmen? Jij hebt er wel zin in, of niet soms? Eerst ga ik uitleggen hoe de tuigjes en touwen werken. Hiermee zit je vast aan de veiligheidstouwen. Als je helemaal boven bent, laten we je daar voorzichtig weer naar beneden zakken. Wat? Maak je geen zorgen. Ik ben er de hele tijd bij. Vooral als je hulp nodig hebt.
Oké, klimmers. Het is de hoogste tijd om te krijten. Wie wil er als eerste? Ikke! Caillou was nog niet klaar om te gaan wandklimmen. Maar hij hoopte dat niemand het zou merken. Kom op, Caillou. We doen geen verstoppertje. We gaan wandklimmen. We klimmen naar boven, naar de bel. De bel? Weet je, Caillou, wandklimmen is eigenlijk veel makkelijker dan het eruit ziet. Caillou dacht dat die mama en Samantha toch maar moest vertellen hoe hij zich echt voelde. Maar het is hoog en moeilijk. Het is heel goed dat je dat aangeeft, Caillou. Maar vertrouw erop dat ik je nooit iets laat doen wat gevaarlijk is. En het is ook nog eens heel erg leuk. Jij houdt vast van boompje klimmen, toch, Caillou? Ja, in het park. Waar klim je nog meer op? Ladders, met papa. Nou, wandklimmen is bijna hetzelfde als een boom of een ladder. Je klimt stukje bij beetje omhoog en je houdt je vast aan de steunen. Caillou voelde zich meteen een stuk beter. Hij kon heel goed boompje klimmen. Misschien lukte die klimwand ook wel. Denk je dat je het nu wil proberen? Ik help je tot je weer veilig beneden bent. Oké. Wow! Niet vergeten, hè? Het is net als boompje klimmen. Takje voor takje. Caillou klom een stukje omhoog. En toen nog een stukje. En nog een stukje. Hij begon er zelfs goed in te worden. Ik ben als eerste bij de bel. Echt niet? Ikke! Het is gelukt! Het is me echt gelukt! Yay! Goed gedaan, Caillou! Ik zei het toch? Goed gedaan, jongens. Dat was te gek. Vind je niet? Ja, want klimmen is echt heel erg leuk. Mogen we nog een keer? En zo overwon Caillou zijn angst voor wandklimmen.